filmpje gaan we het examen van NASC 1, oftewel natuurkunde van VMBO, gemengde en theoretische leerweg van 2017 tweede tijdvak afmaken. We zitten bij schemerschakelaar op dag 34 en we moeten tot 41. Nou, Julian heeft een bouwpakket voor een schemerschakelaar. Met die schakeling gaat de lamp branden als het donker wordt. Voor het onderdeel dat maar in één richting stroom doorlaat, staat in de handleiding een waarschuwing. Let op de plus en de minpool. Met welk elektronica onderdeel hoort deze waarschuwing? Nou, het elektronica onderdeel wat maar in één richting stroom doorlaat, dat is een diode. En, ja, dat is een beetje. Er kan ook een light emitting diode zijn, dus een LED. Dus A, LDR's, relais en weerstand die laten stroom in alle richtingen door. Dus in de bouwpakket zitten elektronica onderdelen en een printplaatje. Je ziet op de printplaat waarop Julian al een deel van de onderdelen heeft gesoldeerd. Nou, je ziet dat. 35 op de printplaat heeft Julian twee weerstanden van 150 kilo-ohm en 47 kilo-ohm parallel gesoldeerd. Bereken dan de vervangingsweerstand van deze twee weerstanden. Dan moet je eerst de juiste formule zoeken natuurlijk. In de basisbinus T11C is dat 1 gedeeld door de vervangingsweerstand is 1 gedeeld door de weerstand van 1 plus 1 gedeeld door de weerstand van 2. Gaan we invullen, 1 gedeeld door de weerstand 1 is 1 gedeeld door 150.000, plus 1 gedeeld door de weerstand 2 is 1 gedeeld door 47.000. Als je dat in je rekenmachine uit, dan komt er dit uit 0,000279 enzovoort. Ik wil niet 1 gedeeld door de vervangingsweerstand weten, maar ik wil de vervangingsweerstand weten. Dus ik neem deze waarde en ik doe 1 gedeeld door die waarde en hier staat dat. Nou, als dat in mijn rekenmachine uit komt, dan komt daar 36.000 ongeveer uit. Afgerond 36 kilo ohm, want kilo is 1000. Dit komt eruit, als je dat... Je mag het allebei opschrijven, is allebei goed. De schemerschakelaar zorgt ervoor dat een lamp gaat branden als het donker wordt. Je ziet een vereenvoudigd schema van de schakeling in de getekende hieronder. In de getekende situatie valt er licht op de LDR en is de lamp uit. Nou, wat zit hier allemaal in? Een spanningsbron van 12 volt, plus en min. Hier is een punt 1, hier is een punt 2, hier is een punt 3. Oké, okay, hier heb je de LDR. Hier heb je nog een extra weerstand ertussen zitten als de, namelijk deze heel erg laag wordt en dan krijg je, zou je hier een kortsluiting krijgen. Je zit op de basis van de transformator zoals je ziet. Hier heb je ook een relais zitten en die staat op de collector van de transformator en hier zit de emitter van de transformator. Nou, als hier op deze een spanning staat, dan gaat de stroom door de transformator, die laat een stroom door, dan gaat er ook stroom door de relais lopen. En als er stroom doorheeft, dan trekt hij deze schakelaar open en dan gaat de lamp uit. Loopt er geen stroom door de relais, dan zit hij een veertje in, dan schakelt die schakelaar automatisch aan. Dan loopt er wel stroom door de lamp. Hier ook nog een spanningsband van 12, 24 volt. Nou, in het schema staan drie punten aangegeven, 1, 2 en 3. Waar is de stroom het kleinst als er licht op de LDR valt? Nou, als er licht op de LDR valt, dan moet je weten, dan is een weerstand heel groot. En als de weerstand van een apparaat heel groot is, dan gaat er heel weinig stroom doorheen lopen. Dus door die LDR loopt heel weinig stroom. Dus door dit hete stuk loopt heel weinig stroom. Bij 3 is dat dus. En bij 1 en bij 2 kan er dan wel stroom lopen. Maar deze hele tak, daar loopt daar geen stroom. Dan komt er ook nauwelijks spanning op de basis te staan hier van de transformator. Oké, dus punt 3. Het wordt donker op de uitweg bij laag staan over deze situatie in viertal zinnen. Om cirkel in de tweede en vierde zin de juiste mogelijkheid. Ik heb die zin even gekopieerd naar hier, waar zit het pijltje. Wanneer het donker is, valt er minder licht op de LDR. Hierdoor is de weerstand van de LDR groot. Dat hadden we net in de voorgaaf ook al gezien. De lamp brandt dan. En dat betekent dus dat er geen stroom door de spoel van het relais loopt. Nog eens een keertje, kijk, als hier een enorme weerstand is, dan loopt hij dus heel weinig, dan staat er dus geen spanning op de basis. Dan laat de collector hier dus ook geen stroom door. Dat betekent dus dat er ook geen stroom door het relais heen gaat. Dat betekent dus dat, even kijken, klopt dat wat ik zeg? Ja, ja. Sorry, de lamp brandt, dat betekent dus dat hij hier stroom doorheen loopt en dat hij hem opentrekt. Dat is echt verkeerd. Nog eens een keertje doen, want dat was misschien een beetje een warm verhaal. Het is ook best wel lastig. De weerstand is hier dus heel groot. Dat betekent dus dat er hier geen spanning op staat. Op de basis betekent dus dat er ook geen stroom door de transformator loopt. En dus ook niet door het relais. Ja.
En dat betekent dus dat, als hier gestroomd, dan werkt de elektromagnetische, dan trekt hij de schakeling niet open. Er zit hier een veertje, dan trekt hij hem dus dicht. En dan loopt er hier dus wel stroom door de lamp heen, maar niet door het relais. Zo is het goed. Nou, even kijken. Dus hier, nog even terug naar de antwoorden. Hier is de weerstand van de LDR dus groot. En er loopt dan geen stroom door de spoel van het relais, maar wel stroom door de lamp. Ja, zo is het. Oké, 38. Als het donker is, brandt de lamp. De weerstand van de lamp is dan 5,7 ohm. Bereken de stroomsterkte door de lamp in deze situatie. Hier zit 5,7 ohm. De spanning is 24 volt. Er zit verder helemaal niks aan elementen in. Dus alle spanning komt ook over het lampje te staan. Oké, dan kunnen we op de volgende pagina zien dat je de stroomsterkte kan uitrekenen met de formule R is U gedeeld I. Die vind je in de minus 12,1. Wet van Ohm is dat. Weerstand is spanning gedeeld door stroomsterkte. 5,7 ohm is de weerstand, is gegeven. Spanning is 24 volt, delen door I. I is dan 24 gedeeld door 7. En dan komt 4,2 ampère uit. En dat staat hier ook, zie je wel. Dus dat is goed. Gaan we naar 39. Jurian heeft na zijn soldeerwerk resten soldeertin. Bij het verzamelpunt van de gemeente wordt dit afval in de blikbak verzameld. Wat gebeurt er met het afvalgebruik BINAS? Moet je helemaal naar tabel 43 achterin de BINAS. Dat is de tabel met de naam kleinchemisch afval, groen, tuinafval en recycling. In de linkerkolom zie je het soort van afval. Bijna onderaan zie ik blik staan. Dan waar lever je dat in? Zat dat in de middelste kolom? Oké, dat wordt niet gevraagd. Maar wat gebeurt er daarmee? Dat wordt wel gevraagd. En dan staat er metaalsmelterij, grondstoffen, ijzer en tin worden hergebruikt. En dat is precies wat er hier als antwoord staat. Je kan het dus gewoon opzoeken in tabel 43. Dat was 39. Nou, dan zijn we er bijna. 42 en 41 die gaan over varend bad. Frank heeft een boot waarin je tijdens het varen een warm bad kunt nemen. Een houtkachel zorgt voor het verwarmen van het water in de boot. Om het water in de boot op temperatuur te houden, verstookt Frank droog hout. Daarbij komt 136 x 10 tot de 6, dat is 136 miljoen joule warmte vrij. Bereken de massa aan hout die hierbij verstookt is, gebruikt de tabel verbrandingswarmte van enkele stoffen in de BINAS. Dat is tabel 19. En dan kan u vinden, verbrandingswarmte van hout is 16.000 joule per gram. En je weet dat er 136 miljoen joule vrij komt. Dat stond hier, 136 miljoen, 136 miljoen. Wat heb je daar nodig aan gram hout? Nou, 136 miljoen gedeeld door die 16.000. Dat is 8500 gram. En als je daar kilogram van maakt, dan is dat 8,5 kilogram. Hier staat 85, maar die moet ik een momentje tussen. Dat gaan we even doen. Ja, 8500 gram is geen 85 kilogram, maar 8,5 kilogram. 41 dan, de laatste. Bij de verbranding van hout ontstaan verbrandingsgassen. Een daarvan is zwaveldioxide. Wat is het gevolg van zwaveldioxide voor het milieu? Dat is een beetje, daar krijg je zure regen van B. Een versterkt boeikaseffect, dat wordt vooral veroorzaakt door CO2. Niet alleen, maar met name. En thermische verontreiniging, ja, dat is verontreiniging door warmte. Wordt niet speciaal door zwaveldioxide veroorzaakt. Dus, nou, B is de goede. Oké, dat was het. Hier heb je nog een keertje een plaatje van hoe de bijlage eruit zag. Daar hebben we af en toe van dingen van gekopieerd naar de hoofdbestand. Hier zie je dat op het kanaal nog meer video's staan. Bijvoorbeeld andere examens voor VMBO, TL en GL vind je in deze playlist. Er staat nu nog op 8 video's, ondertussen zijn het er al meer. Nou, als je denkt van dat vind ik interessant, dan kun je die bekijken. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. Als je examen moet doen, dan wens ik je veel succes met je examen en wie weet tot ziens. Bedankt voor het kijken.